In San Sebastián de los Reyes draait voor de laatste keer in deze Vuelta de bus van de Rabobank het parkeerterrein van de Equipes op. Het is de slotdag van de Ronde van Spanje. Madrid is in zicht en dus worden ook voor de laatste keer de fietsen neergezet. En kunnen voor het laatst kleine boefjes zich daaraan vergapen. Maar als het over de laatste gaat, is het toch vooral de laatste dag van Dennis Menchov. De Rus die samen met Mauricio Ardila overstapt naar Team Geox. Is Menchov dan nog iemand die daarbij stilstaat? Finally, it's one race more, but yeah, I think it's a little bit special day, like you said. It's a last race, no? But I think it was the final of a very nice experience, no? You spent 5 years with the Rabobank team. How do you look back at that time? No, like I said, I think it was a very nice time, and we achieved to get a nice result, so we're happy and satisfied, no? De Tsaar was bij de Rabobank behoorlijk succesvol. Menchov won de Vuelta in 2005 en 2007 en mocht vorig jaar de eindzege in de Giro bijschrijven. Maar wat geweest is, is geweest, vindt Menchov. Ook als het om zijn winst in de Vuelta van 2005 gaat. Ja, maar dit is already past, no? But I think, like I said, we achieved a few very important results. So I think we can be glad and satisfied, no? Over zijn mooiste succes bij de ploeg hoeft Menchov niet lang na te denken. I think the Giro 2009. No, but I think it was a nice victory. Bij die Giro denkt iedereen nog steeds aan de bloedstollende val van Menchov in de afsluitende tijdrit. De Rus zelf niet, maar het geeft wel iets extra's aan zijn zegen, vindt hij. I think especially for it also, no? That's I think it a situation, no? It was a little bit special and a really short gap. With the second place and then final crash, it makes more impressive the victory. Menchov is inmiddels 32 jaar en vindt het wat moeilijk te voorzien wat zijn mogelijkheden nog zijn. I don't know, it's difficult to say, no. I think we will wait for the presentations, no, of the big tours. So we see the parcours and then we decide, no. Voor de zekerheid dan nog maar even. Wanneer is zijn laatste race voor de Rabo-ploeg? This today. Today really is the last one for Rabobank team. Yeah, the last race. Yeah. Have fun en succes. Thank you. Okay. Er was meer afscheid, zei het tijdelijk. Christian Nierman zegt nog even gedag tegen Yves, de trouwste volger van de ploeg. Juan Macarata verspilt geen tijd. Hij wil naar huis, naar zijn zoon. En dan, halverwege de middag, vertrekt het peloton eindelijk richting Madrid. Dile algo ahí, apagabarro. In de hoofdstad staat het prachtige centrum volgepakt met kijkers die niets willen missen van het spektakel. Zij zien hoe het peloton keer op keer door het centrum jakkert in de liefst 10 plaatselijke rondes. Maar uiteindelijk is het gedaan. In de door iedereen verwachte eindsprint is Tyler Farrar dit keer de snelste. Op de prijsuitreiking wacht vrijwel niemand meer. Het is inpakken en wegwezen. En als Mauricio Ardila de deur van de bus voor de laatste keer sluit, is het echt gedaan met de Vuelta van 2010.